anders niks. Nou, ik vraag u dat omdat sommige mensen minder te besteden hebben bijvoorbeeld. Ja, goed, heeft een pech gehad. Ik ook. Maar ik doe het dan niet aan. Maar mijn vader was vroeger altijd als Sinterklaas. Dat was leuk. Voor mij wordt het zeker anders, Sinterklaas, ja. Want ik ga dit jaar vieren met mijn twee kleinzoons. Dus, en daar kijk ik heel erg naar uit. En wat maakt het voor u dan zo speciaal? Het maakt voor mij speciaal omdat ze wat ouder zijn. Dus ik hoop dat ze het ietsje beter gaan beseffen. En gewoon met het hele gezin, vind ik leuk. Ja, ik denk het wel. We hebben een kleindochter gekregen, dus dan vier je Sinterklaas toch anders. En we zijn sinds het voorjaar weer terug in Nederland. We hebben al die tijd in Denemarken gewoond. Dus er wordt weer Sinterklaas gevierd met de familie. Nou, we vieren helemaal geen Sinterklaas, echt niet. We hebben ook geen kleinkinderen of wat dan ook. Dus dat doen we niet, nee. En ook niet met z'n tweeën? Nee, ook niet met z'n tweeën. Doen we ook niet, nee. Nee. Dus dat doen we niet. Dus Sinterklaas wordt voor u een dag als alle anderen? Alle anderen, ja. Geen extra aandacht? Geen extra aandacht, nee. Nee. Als u een Sinterklaas cadeautje mocht geven aan iemand die dat verdient, wie zou dat dan zijn? Aan mijn vrouw. Ja. Ja. Aan haar. Dan doet u toch nog een klein beetje aan Sinterklaas? Ja, dat doe ik wel. Op die manier wel? Op die manier wel, nee. Nee hoor, nee, hoor. Ik geef geen Sinterklaas cadeautjes, nee, niks. En u kon uw vader goed voor Sinterklaas spelen? Ja, ja. Heel goed, joh, de gek als ding en bang merk, dat kon hij toch altijd heel goed. Ja. Dus hij speelde Sinterklaas bij zijn eigen kinderen? Ja, mijn hele buurt. We hadden een fabriekswoning en er waren allemaal mensen die werken bij de kade. God, die hadden allemaal wel kinderen. Dat deed hij voor de oh god, joh, dat was zo. Maar dat wisten wij toen niet. Oh god, je was zo blij dat hij wegging. En had hij ook Pieter bij zich? Nee, dat geloof ik niet. Nee, hij was niet zo van die druk. Hij deed daar wel, maar heel mooi. En hij was groot, hij was echt tien voor de Sinterklaas. En jullie hadden niet in de gaten dat het jullie vader was? Tuurlijk niet. Anders is er toch niks aan dat hij kwam. We wisten het niet anders. Ja, het wordt wel ietsje anders. De samenstelling is wat kleiner geworden, helaas. Door iemand afscheid van iemand hebben moeten nemen. Maar daarentegen proberen we wel gewoon een leuk feestje van te maken. Ja. Zijn er nog speciale dingen die u gaat doen met Sinterklaas? Ja, we hebben wat cadeautjes en we gaan een lekker gezellig hapje eten. Gewoon fijn samen zijn. Nee, helemaal niet. Nee, het blijft zoals het altijd was. Met cadeautjes en Zwarte Piet is al Sinterklaas eventueel aan de deur. Dus, als er nog één vrij is. Vindt u Sinterklaas het feest van de creativiteit? Ja, dat wel ja. Ja, dat wel ja. Ja. En doet u nog iets speciaals op het gebied van creativiteit? Nou, niet echt, want we zijn niet zo creatief. Maar mijn dochter, daar vieren we naar Sinterklaas, die doet dat altijd wel. Die is dan wel, wat dat betreft wel creatief, ja. Ja. Ja en nee. Het is net wat de mensen er zelf van maken. Dus ik vind het leuk, een rijm of een surprise. Maar ik snap ook als mensen dat niet willen. Dus ik laat het eigenlijk aan de mensen zelf over. Sommige mensen zeggen Sinterklaas, dat is geen Sinterklaas zonder dure cadeaus. Hoe denkt u daarover? Nee, dat heb ik niet. Nee, ik heb zoiets van, het hoeft voor mij niet duur te zijn. Bij mij gaat het echt om de gezelligheid. Ik ben nog niks. Ja, het is een schooltje. Ik ben ook 74, dat was vroeger niet zo. Maar alleen dat gezelligheid in. En bang, hè? Hartstikke bang natuurlijk. Een beetje chocolademelk met een biscuit. U was blij met een kleinigheidje? Ja, je wist niet anders. Je wist er niet anders. Nou, je hoeft het niet zo duur te maken. Dus, het gaat normaal om de kinderen, de kleinkinderen. En een kleinigheidje, dat is al gauw genoeg. Ja, onder de euro's voor uit te geven, dat vind ik niet nodig. Nee. Nee. Het gaat om het idee en het moet erin blijven. Ja. En dat moet blijven. Zou u Sinterklaas wel willen vieren? Nee, maar het is heel gek. Ik ga wel Sinterklaas kijken als hij op televisie is bij zijn binnenkomst. Ja, wat spreekt u daar zo in aan? Mijn kindertijd. Ik vind het gewoon al die vrolijke kindergezichtjes en dergelijke. Ja, daar word ik ook blij van. Even wegdromen. Ja, denk ik wel. Want het is toch iets van ons en dat moet ook blijven doorgaan. Het is voor ons, het was vroeger al, het is nu zo, het moet blijven. Ja, dat hoort bij, gedichten, surprises. Sommige mensen vinden cadeaus en misschien zelfs wel dure cadeaus belangrijk. Wij dus niet. Wij doen per gezin is er 30 euro en daar moet je het mee doen.
En dan volgen de meest hilarische dingen. Het gaat om de sfeer, het gaat om de gezelligheid en niet om de cadeaus in die zin. Als u een Sinterklaas cadeautje mocht kopen voor iemand die dat verdient, voor wie zou dat zijn? Ja, ik denk voor mijn vrouw. En zou u daar ook een klein gedichtje bij doen? Ik wil het proberen. En als u een cadeautje mocht kopen voor iemand die dat verdient, voor wie zou dat zijn? Ja, ook voor mijn man, die verdient dat wel. Ja. Dus u heeft samen toch nog wel een klein gezellig Sinterklaasfeestje? Ja, zeker weten. Ja. Als u een Sinterklaas cadeautje zou mogen geven aan iemand, wie zou dat dan zijn? Mijn dochter. Oh, de dochter. En wilt u dat motiveren? Ze is van alles al meegemaakt en ik vind dat ze dat dan wel verdient. Nou, je gloomde heel echt in, hè? Maar mijn vader hield je heel klein, hè? Nou, dan zag ik dat. Nou, ja, god, achter mijn moeder verstomd, zo bang, Sinterklaas. Dat was het mooiste. Maar bewust, god, hoe zeg ik zo, hebben ze die schoenen nog iets van je? Ja.